Yo, kijkers en welkom bij een nieuwe Jurassic Minecraft aflevering. Allereerst, ik zit in een nieuwe wereld, ik heb een nieuwe wereld aangemaakt. Ik was niet tevreden met waar ik zat, et cetera. Met hoe ik, waar ik ging bouwen, op een fucking heuvel en zo. Nu zit ik wel leuk. Hier heb ik een beetje bijgegraven. Dit loopt nu als een trapje omhoog. Ga ik nog steeds bijwerken. Hier staat het begin van een soort huis, wat nog uitgebreid wordt naar een toren. Maar in het begin blijft het een huis. Met een beetje een lelijk kutdak. Maar dat kan ik ook niet anders oplossen. Het is ook gewoon nog langer niet af. We zijn net begonnen. Allereerst ga ik nu eventjes dit hout omzetten. Allereerst wil ik even zeggen waarom er gisteren, dinsdag 11 februari, geen video was. Ik had geen zin om te uploaden. Want het was eveneens ook mijn eigen verjaardag. En ik had zoiets van, weet je wat? Ik geef mezelf een dagje vrij. Of nou ja, vrij. Vrij was het niet, want ik zat van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags op school. Maar ik had zoiets van, weet je, ik had er gewoon even, ik had zoiets van, nee, nu even niet. Dit is mijn dag. Ik ga het even gewoon, ja, ik had er op een of andere reden gewoon geen zin in. Voordat ik verdwaald raak. Misschien is het handig om hier een waypoint te zetten. Daar staat home. Om een of andere reden heeft hij mijn oude waypoint meegenomen, wat werkelijk nergens op slaat. Dus die doen we remove, bam, bam, add, rood waypoint, of oranje is ook wel leuk. En dan zetten we home, bam, zo. En dan gaan we eventjes hout halen. Nou hebben we hier niet echt bomen in de, ja daar staat één en daar aan de overkant staan bomen. Dus ja, we hebben wel bomen in de buurt. Maar ja, het is toch wel een stukje lopen even. Daar heb ik even niet aan gedacht. Geen rekening mee gehouden. Maar we hebben het hout toch nodig. Dus why the hell not? Oh, koeien. Ik ga ze niet slachten. Liefst zou ik ze hier in de buurt zelfs. Dat zou helemaal top zijn. Maar hey, niet geluid maken. Ik hoop alleen dat jullie het niet erg vinden dat ik een dagje niet had geüpload. Maar weet je, soms zijn er van die dagen dan, en nu was het mijn verjaardag. Ik had zoiets van, eventjes niet, weet je. Soms wil je gewoon wat tijd voor jezelf. Of, nou heb ik zat tijd voor mezelf, daar niet van. Maar ik had zoiets van, nee, mijn dag, ik ga eventjes gewoon, ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar jullie begrijpen het vast wel. Ga ik vanuit. Nou, enige nadeel is, ik heb totaal niet voorbereid of nagedacht wat ik deze aflevering ga doen. Dus dat wordt een beetje naar. Dit wordt waarschijnlijk pijnlijke content om te zien. Ik die niet weet wat die gaat doen. En wat, ja, ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga hout hakken, jongen. Maar eerlijk, al met al, hout hakken is niet het leukste om te kijken. Maar we moeten ons begin bouwen. Dus het is wel nodig. En verder hoop ik dat jullie ideeën hebben met wat ik kan bouwen. Ik wil sowieso een soort Hall of Fame of Wall of Fame. Ik denk dat een Hall of Fame leuker is. Echt zo'n gebouw waarin ik signs plaats met de namen van kijkers, et cetera. Bouwideeën achterlaten mag natuurlijk ook altijd. Maar onthoud wel, we gaan een Dino Park bouwen. Dus een monorail of zo. Een treintje wat ooit om het park heen gedraaien kan. Maar ik kom bijvoorbeeld nu niet met het project als een achtbaan. Want dat past niet echt in het thema iets. Dus leg ik dat goed uit? Vast wel, toch? Ja, ik vind dat ik het goed uitleg. Ja, en ik heb eigenlijk geen idee. Ik neem dit ook onverwachts op. Want het is nog steeds 11 februari. Maar ik had nou tijd. Het bezoek is weg. Het is redelijk laat in de avond. Dus ik had zoiets van, ja, ik neem even snel op. Kan ik gelijk zeggen waarom er geen video was. En dan vervolgen we hierna gewoon weer met dagelijkse uploads. Want dat is wel iets waar ik me aan wil houden. Maar uitzonderingen worden soms nou eenmaal gemaakt. Ik denk aan, neem aan dat ieder kanaal dat wel eens heeft. Of dat nou is door echt privégevallen dat ernstig kan zijn. Of door simpelweg ziek zijn. Of dan gewoon een drukke agenda. Veel plannen tussendoor. I don't know. Maar ieder kanaal heeft vast een keer zo'n momentje dat hij een dagje niet kan uploaden. En ik had dat nou. Dus ja.
Mijn verjaardag was wel gezellig hoor. Het was. Ik ben niet zo'n persoon die veel krijgt met zijn verjaardag, als het ware. Ik bedoel, ik ben gewoon blij met geld. Ik bedoel, ik hoef geen cadeaus. Ik ben fucking 20 jaar. Wat moet ik vragen als cadeau? Weet ik veel. Maar zolang het maar gewoon gezellig is, et cetera, et cetera. En dit was ineens het echte feest. Mijn broer is binnenkort jarig op 15 februari. Dan volgt mijn moeder nog op de 22e. En dan in het weekend daarna doen we een groot feest met alle drie de verjaardagen in één. Dus het wordt nog wel gezellig. Het wordt super chill. Het is altijd voor mij een van de leukere periodes van het jaar. En dan kan je me afvragen waarom ik nu geen boom hak. Maar ik zoek zo'n witte boom, zo'n birchwood. En dit hier is mooi. Mooi dat ik dit vind. Dan weet ik dat dat hier zit. Want ik hoef eigenlijk alleen maar zo rechtdoor te lopen van mijn huis. En dan kom ik bij deze spleet. En ik zie daar fossilbloks. Ik zie genoeg iron. Oh, kut. Dit is niet handig. Waarom liet ik shift los? Ai, 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 ai. Ja, dan moet ik maar hout gaan verneuken. Het moet maar. Ik kan hier nu niet naar beneden. Ik heb geen pickaxe. Ik heb niks. Dus, sorry. Dan noem ik het maar zo, hè. Ik had geen dirt. Nee, nee. Een beetje verspilling van hout. Oh, maar dan hakken we daar wel weer eruit. Dat hakken we het gewoon weer terug. Want dat kan daar prima zo te zien. Hier staat een grote oakwood boom. Dus dan. Oh, wat de hel hebben we hier trouwens? Inksack. Hoe kom ik daar nou weer aan? Ah, ik neem het mee. No problemo. No problemo. Ik neem het met plezier mee zelfs. En nou wil ik zo'n witte kutboom. Zo'n birchwood ding heet, geloof ik. Ik ben slecht in namen. I don't know. I don't know. Oh, ik ben moe, jongen. Je moest eens weten. Dinsdag is voor mij echt een klote dag. Langste schooldag, zoals ik al zei, van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En ik reis een uur met de trein en moet een half uur fietsen. Dus ik ben half zeven. Ja, nou, we mogen altijd iets eerder weg. Dus haal ik een trein eerder. Dan ben ik half zeven thuis. Ja, het is een beetje. Nou, hectisch wil ik het niet noemen. Dat is een beetje overdreven. Maar het is gewoon een lange dag voor mij. Een lange, vermoeiende dag. En dat is gewoon niet echt. Daarom ben ik nou een beetje duf. Maar ja, iedereen zijn momentjes. Dat is het gewoon. Dat is eenmaal als je op middelbare school zit. Dat zit ik al niet meer hoor. Ik volg een opleiding. Maar mijn kijkers zijn niet bepaald oud. Dus ik zeg, van een middelbare school kan je al lange dagen hebben. Hoeft niet. Maar het is mogelijk. En als je eenmaal een opleiding gaat volgen, dan is de kans heel groot dat je lange dagen gaat maken. Hoeft niet per se, nog steeds niet, maar de kans is in ieder geval een stuk groter dan wanneer je op de middelbare school zit. Je dagen zullen langer worden, je zult verder moeten reizen, bla bla bla. Want mijn rooster is nu, maandag ben ik redelijk vroeg uit, 2 uur of half drie, iets in die geest. Is nog niet heel vroeg, maar dat is mijn kortste dag, kun je nagaan. Dinsdag, 5 uur, ik noem gewoon mijn roostertijd op, hè. We zijn meestal iets eerder uit. Woensdag ben ik half zes uit. Dan begin ik wel pas om 1:15. Dat is dan wel weer anders op woensdag. Donderdag ben ik om 4 uur uit. En vrijdag ben ik om 4 uur uit. Dus ja, mijn dagen zijn redelijk lang op school. Maar ja, ik vind school niet zo erg. Kan je zeggen, een stuut, whatever. Ik heb gewoon een opleiding gekozen die ik echt een keertje leuk vind. En ja. Dit is eigenlijk een kut video, hoor mij nou. Ik zit over school te lullen. Doe normaal, doe normaal, doe normaal. Mensen zitten op YouTube-video's te kijken om school te vergeten, neem ik aan. En ik ga erover zitten praten. Tijd voor iets anders. Maar het was leuk om toch dat wel gedeeld te hebben met jullie. Ik had even een onderwerpje. Ik word moe. Mijn poppetje wordt moe. Laat ik het daarop houden. We gaan even slachten. Dank u wel. Deze koeien zitten toch niet bij mijn huis. Dus die kan ik wel slachten. Oh, krijg nou. Dank u. Hier één. Misschien nog. Nee, die kip die doe ik niet. Verrouwe kip kan je vergiftigd raken of zo. Daar heb ik niet zo'n zin in. Kijk, dat bedoel ik. We sterven. Oh. Pak het op. Ja, dank je. Pak ook maar even die appel. Dat is ook wel handig. Liggen hier nog meer appels? Ik heb aardig wat bomen weggehaald. Dus de kans is dat hier appels liggen. Appels. Misschien appels.
Kom op. Zo. En there we go. Ik zie geen appels, dus ik ren naar mijn home. Want volgens mij wordt het ook wel weer nacht. En dan wil ik toch liever skippen die nacht. Ik hou niet zo van de nacht. Ik haat de nacht. Dus we rennen naar ons home. En dan ga ik daar denk ik afsluiten. Ik kan het hier misschien eigenlijk ook al wel doen. Maar hey, what's the fun in that? Nou ja, niet dat er fun in zit om mij naar mijn home te zien rennen. Als een mongol, als een pussy. Die bang is voor de nacht of zo. Nou, ik ben niet bang voor de nacht. Maar ik heb geen armor, niks. Dus ik ben behoorlijk kwetsbaar voor welke mobs die gaan aanvallen dan ook. Ze kunnen me easy killen, redelijk. Natuurlijk, ik ren wel van ze weg. Maar toch, als ik eenmaal armor heb en een zwaardje en gewoon PvP-spul, dan ren ik niet weg. Dan ga ik de strijd met ze tegemoet. En daar zie ik ook fossil blocks. Fossil blocks genoeg en de maan die schijnt. Zie de maan schijnen door de wolk. Of hoe ze, weet ik hoe dat liedje gaat. Fuck Sinterklaas, weet je. We zitten in februari. Topmaand. Gezellige maand voor mij in ieder geval. Wanneer zijn jullie... Het zat eraan te komen dat ik me een keer zou gaan verspreken. Wanneer zijn jullie jarig? Laat me dat weten. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ik ben dus 11 februari. En... gelukkig val ik niet helemaal naar beneden. Dus ja, wanneer zijn jullie? Ik bedoel, ik kan moeilijk zeggen, ik geef een feestje voor je, maar een beetje communicatie tussen jullie en mij is toch niet verkeerd, zou ik maar zeggen. Is toch wel gezellig, of niet? Laat hier niks zijn, anders word ik boos. En er is nog niks. Stukken een mooi man. En dan komt een creeper aan wandelen. En dan... Nee. Aight. Nou, dan sluit ik bij deze mijn... Oeh. Enderman. Nou ja, dan sluit ik bij deze in ieder geval mijn opname af. Ik weet het. Niet de leukste opname ooit. Ik was behoorlijk moe en zo. Ik ga ook zo lekker pitten. Ik heb mijn rust wel verdiend, vind ik, na deze dag. Ja. Dagelijkse uploads komen er gewoon weer aan. Maar ja, ik heb me reden verteld. Ik was jarig. Ik had daardoor geen niet echt zin. Ik gunde mezelf een dagje vrij, als het ware. Toch bedank ik jullie voor het kijken. Mochten jullie me desnoods gewoon willen steunen, laat dan gewoon een likeje achter. Want ik kan me voorstellen dat je de video zelf misschien niet leuk vond. Misschien ook wel. Laat dan ook een likeje achter. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En hoop ik dat jullie de volgende video's ook gaan kijken. Nogmaals bedankt. Laters.